Jonge scooterrijder zwaar gewond na zoveelste aanrijding met sneltram. En slachtoffer van gasexplosie op de Vrijmarkt in het zonnetje gezet. Goedemiddag. De Utrechtse oppas Jane G. ontkent dat ze baby's heeft mishandeld die aan haar zorg toevertrouwd waren. Dat blijkt uit de rechtszaak tegen de 40-jarige vrouw die vanochtend begonnen is. De oppas wordt verdacht van het mishandelen van in totaal 4 baby's enkele jaren geleden. Een van de baby's werd zo ernstig mishandeld dat hij weken in het ziekenhuis heeft gelegen. Andere baby's zaten onder de blauwe plekken nadat ze bij Jane G. vandaan kwamen. Maar daar heeft de oppas nooit iets van gemerkt, zei ze vanochtend. Nou, dat gaat lijnrecht in tegen alle verslagen van de artsen die naar die kinderen hebben gekeken. Want daaruit blijkt wel degelijk dat die kinderen een blauwe plek hadden die eigenlijk niet te verklaren zijn. Zeker niet bij kleine baby's die in een wieg lagen. Daarvan zegt de arts, het is onmogelijk dat die zelf die blauwe plekken hebben opgelopen door vallen bijvoorbeeld. De zaak gaat nog verder. De eis volgt op 12 juli. Vanavond in onze uitgebreide uitzending meer over deze rechtszaak. De scooterrijder die gisteren in Nieuwegein onder een sneltram is gekomen is een 16-jarige jongen uit Nieuwegein. De jongen kwam bij halte Zuilenstein op de Blokhoeve onder de tram terecht. Hij raakte daarbij zeer ernstig gewond. De traumahelikopter moest uitrukken om bijstand te verlenen. Het is onduidelijk hoe de jongen er nu aan toe is. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Dat wordt op dit moment door de politie onderzocht. Door het ongeluk reden er urenlang geen trams tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Een dramatisch ongeluk op de avond voor Koninginnedag. Kroegbaas Wilfred de Jager raakte toen zwaar gewond toen op de Vrijmarkt in Utrecht een gasfles ontplofte. Het kostte hem lang om te herstellen en in die periode kreeg hij tegenslag na tegenslag te verwerken. Eigenaar van Café de Stadsgenoot. Dit weekend viert hij het 10-jarig bestaan van zijn kroeg. En hij kan wel een feestje gebruiken. Helemaal de oude is hij nog niet, maar het gaat wel iedere dag een stukje beter. Op de avond voor Koninginnedag gaat het vreselijk mis voor het café van Wilfred Jager. Naar binnen! Naar binnen! Mensen, gaan we binnen! De gasfles waar hij naast staat ontploft. De bovenkant van mijn hand is sowieso nog niet helemaal lekker. Dus dat moet ook rusten en zeker niet te veel in het water komen. Voor de rest, ja, dus achter de bar staan en tappen, ja, gaat eigenlijk gewoon niet. Maar af en toe kan hij het toch niet laten om er eentje te tappen. Zo. Alsjeblieft. Ruim 3 weken heeft hij in het ziekenhuis gelegen en hij is nog steeds herstellende. En alsof hij nog niet genoeg ellende over zich heen heeft gekregen, overlijdt zijn vader een paar dagen nadat hij uit het ziekenhuis ontslagen is. Ik zeg altijd maar 2013 is, 13 is een ongeluksgetal. Geloof er niet in, maar het lijkt er wel op. En toch hangen er slingers in de kroeg van Wilfred. Dit weekend bestaat zijn zaak namelijk 10 jaar. We hebben het met elkaar heel mooi opgebouwd volgens mij. Het is een kroeg waar heel veel mensen hebben. En dat lijkt me gewoon fantastisch om dat komende vrijdag en zaterdag weer te hebben met elkaar. Gewoon, jongens, kijk eens, je hebt een mijlpaal bereikt, 10 jaar. Dat is niet iedereen gegund in de horeca en... Ja, daar zijn we heel blij mee. En zo kent 2013 toch ook nog een hoogtepunt voor de kroegbaas. Want dat heeft hij ook wel verdiend, zegt zijn moeder. Hij heeft heel wat meegemaakt. Maar het is nu toch vandaag echt een feestdag. En ik ben blij dat ik hier aanwezig mag zijn. Natuurlijk had hij zijn vader ook graag een biertje ingeschonken. Want die zou ontzettend trots op hem zijn geweest. Heel trots. Ja, sorry maar. Ja, af en toe dan red ik het goed. Maar soms zijn er momenten dan best wel pittig. En dat is dit ook. Aan de ene kant hartstikke fantastisch. Hè. Het is fantastisch dat je het meemaakt. En mijn moeder is er ook bij. Maar dat zijn de mindere momenten. Vanavond en morgenavond viert Wilfred dus de verjaardag van de stadsgenoot. Iedereen is welkom, zegt hij. Maar hij hoopt dat vooral oude stamgasten komen. Op de A12 bij Woerden is gisteravond een auto onder een vrachtwagen gekomen. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde op de rijstroken richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Ook een tweede auto raakte bij het ongeluk betrokken. De oorzaak is nog onbekend. De nieuwe burgemeester van Utrecht hoeft geen politieke ervaring te hebben. Opvolger van Aleid Wolfsen mag bijvoorbeeld ook uit het bedrijfsleven komen. Dat heeft de gemeenteraad bepaald in een extra vergadering over de profielschets voor de kandidaten. De officiële vacature voor het burgemeesterschap van Utrecht verschijnt in september.
De GGD heeft tijdens extra prikrondes tegen mazelen nog 26 kinderen gevaccineerd. Dat gebeurde gisteren in Veenendaal. De kinderen kwamen ook uit de omliggende gemeentes. In dit deel van de provincie wonen relatief veel mensen die hun kinderen uit geloofsovertuiging niet laten inenten. Het Maxima Park in Leidsche Rijn is vanochtend officieel geopend door de koningin Maxima zelf. Dat deed ze op de fiets. Het park is een 300 hectare groot groengebied midden in Leidsche Rijn. Maxima Park heeft een restaurant, een speeltuin, een beeldenpark en er kan ook worden gesport. De PvdA in de stad Utrecht wil dat de overdekte zwembaden, de Kwakel en Fletcher Mare, zomers open blijven. Het college wil de zwembaden in Overvecht en Leidsche Rijn volgend jaar tijdelijk sluiten om geld te besparen. Maar volgens de PvdA kan dat ook al door de temperatuur van het water te verlagen. Dat zou duizenden euro's schelen in het gasverbruik. Als je bijvoorbeeld alleen met 1 graad temperatuur verlaagt, dan hebben we gezien dat in de gemeente Zelfzaten in Brussel, dat het al aan stookkosten een bedrag van ruim 15.000 euro oplevert. En dat is in een kleine zwembad in Zelfzaten. Laat staan dat wij zo meteen kijken naar onze 4 gemeentelijke zwembaden. In totaal wil het college in Utrecht 50.000 euro besparen op de zwembaden. Volgens de PvdA wordt dat bedrag makkelijk gehaald als alle baden de temperatuur iets verlagen. Hij heeft er maanden afgelegen, maar nu is hij weer terug op zijn oude stekkie. De Gouden Haan van de Oude Kerk in Bunnik. Kijk maar. Ja. Die zit. Staat er goed op. Er is een half jaar over gedaan om de Oude Kerk in het centrum van Bunnik op te knappen. Van binnen is er een hoop gebeurd en de torenspits is er zelfs helemaal afgehaald en gerestaureerd weer teruggeplaatst. Het gouden haantje op de kerk is de kroon op het werk. Voor ons betreft de afronding voor deze torenwerkzaamheden. Natuurlijk, wat we al aangaven, we hebben natuurlijk heel wat aan het torentje gedaan. En nu uiteindelijk het laatste stukje erop. Hij staat er mooi op, hij draait goed. Dus wat willen we nog meer eigenlijk met dit werk? Om ervoor te zorgen dat het kostbare haantje niet wordt gestolen, is de aannemer meteen begonnen met het weghalen van de stijgers, zodat je er niet meer bij kunt. Het weer dan. Het is toch nog lang bewolkt vandaag. Maximum temperatuur 22 graden. Vanavond en vannacht klaart het helemaal op. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En vanaf morgen krijgen we mooi en zonnig zomerweer. Dat houden we voorlopig. Dit was U Vandaag. Om 5 uur zijn we terug met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan. Dag.